Elk jaar organiseert Groningen Plus verschillende excursies voor senioren onder de naam Zomerschool. Dit jaar staan de excursies in het teken van de geschiedenis van Groningen. Elke week is er iets anders te beleven. We gaan vandaag oude panden bekijken. En het Scheepvaartmuseum is natuurlijk een heel mooi oud pand. Of meerdere oude panden. We gaan straks met de stadsgidsen gaan we nog hier in de buurt ook wat wandelingen maken. En dan gaan we vanmiddag naar de oude scheepswerf die nog in gebruik is in Sappemeer. En dat gaat namens de senioren zomerschool die dit soort activiteiten ontwikkelt in de zomer voor mensen die daar graag hun tijd aan besteden. De excursies worden erg goed ontvangen door het seniorenpubliek. Je komt allemaal weer tot ontdekking wat je dan niet wist. En dat vind ik altijd wel leuk. En dan verbreed je je horizon een beetje. Ja, dat is toch wel leuk. En je komt allemaal mensen tegen die hetzelfde geïnteresseerd zijn. En dat is ook altijd heel leuk. Vandaag werd door een gids een rondleiding gegeven door Groningen. Waarbij hij veel wist te vertellen over de geschiedenis van Groningse gebouwen. Vandaag zijn wij gevraagd of wij de zomergasten die hier aanwezig zijn, om die van hieruit naar de Grote Markt te begeleiden. En dan vervolgens bij de middeleeuwse panden langs te voeren en iets over de stad Groningen te vertellen. We hebben mooie dingen gezien, maar een hele hoop gehoord over de bouwtrant, over hoe het allemaal gebouwd is. En dat wist die meneer allemaal heel goed te vertellen. Na de rondleidingen konden de deelnemers verder gaan naar Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer.